Nou, ik denk dat het een ontzettend mooie mogelijkheid is voor mensen die blind en doof zijn om toch het weer te kunnen voelen. Voordat je naar buiten gaat, dan heb ik in ieder geval zelf mijn weersappje, heb ik al een paar keer bekeken. Dat doet iedereen. En of je nou doof en blind bent of niet, voor iedereen is dat hetzelfde. En ja, dan is het wel ontzettend leuk als je met eigenlijk één beweging kunt voelen of het buiten al regent of niet. En ik denk wat de studenten nu bedacht hebben, ja, dat is eigenlijk wel briljant. Dit is ons tactiele weerstation. Wij hebben dit gecreëerd in opdracht van de Hogeschool Utrecht voor een Quest-project. En wij hebben over de tijd van 5 maanden hebben wij eigenlijk dit product ontwikkeld. Waar wij hopelijk mensen die doofblind zijn het weer mee kunnen overbrengen. Zodat zij iets meer geïntegreerd kunnen worden in onze samenleving van mensen die wel kunnen zien. Een weerstation is voor hun iets om te ervaren fysiek hoe het weer buiten is. Er was 1 persoon, die had het volgens mij meteen door. Die legde zijn vingers erop, op de gladheidsschijf. Van, oh ja, een piramide, die zijn ietsje glad. En dan hadden we een hele ruwe oppervlakte. Oh ja, dat is echt minder glad. En dan was dit, oh ja, wind. De regen, zeg maar, het voelen van de draadjes op hun armen. De temperatuur. Die had het meteen allemaal door. Volgens mij vond hij dat best wel vet. En wij vonden het ook heel vet om te zien dat dat meteen aansloeg. Studenten van de AU die hebben gewoon gebeld en die vroegen of ze een keer langs mochten komen omdat ze iets moesten maken voor hun minor. En toen hebben ze nagedacht van samen met ons, God, wat hebben jullie nou niet of wat is hier nodig? Een belevenis om te zien als mensen het gebruiken en daar ook de informatie uitputten die ze eigenlijk ook nodig hebben om, ja, heel gewoon iets te doen als ik wil eventjes naar buiten. Moet ik nu een paraplu meenemen of niet? Ja, het project begon eigenlijk bij de groep die voor jullie zat, hè? Die hadden eigenlijk een opdracht. Ga eens kijken hoe je mensen met een visuele of een auditieve beperking meer in de maatschappij kunt zetten. Een van de concepten die ze uitgewerkt hebben, daar hebben ze voor gekozen om daarmee verder te gaan. En dat was eigenlijk dit weerstationnetje wat er uitgekomen is. En vanaf daaruit, van het idee, dachten we, ja, dit is echt wel een goed idee. Kunnen we daar iemand voor vinden die daar ook wat financiële middelen voor over heeft? En kunnen we kijken of we dit kunnen doorontwikkelen? En dat was zo fantastisch dat, nou, eigenlijk waren we ontroerd. En ik had zoiets van, nou, dit gaan we doen. Dit is eigenlijk wat ik nu met de stichting alleen nog maar wil gaan doen. Het maken van hulpmiddelen voor mensen die doof en blind zijn.